Hey lieve familie, schreeuwde Frank. Gaan we een reisje maken? Mag ik mee? Hij had zijn handen op de motorkap gelegd. Rob was zich wezenloos geschrokken. Hij keek even opzij. Doe je deur op slot. Ook de achterdeur. Nu! Jenny draaide zich om en drukte de knopjes aan haar kant in. Hou je vast! Ze vond de eerste versnelling en gaf gas. De auto kwam niet in beweging. Koppeling, riep Rob. De wagen dook een meter naar voren en Robs vader moest wegspringen om niet omvergereden te worden. Hij gaf een klap op de motorkap. Je leert het nooit, Jenny. Ik zal wel rijden. Waar gaan we naartoe? Met geen mogelijkheid kon de auto langs de bestelbuste rijweg op. En Franke wist dat. Je zit vast, lieverd. Je komt er niet uit. Op zijn gemak wandelde hij naar de bestuurdersdeur en probeerde die te openen. Allemaal uitstappen. Einde van de rit. Frank begon te lachen. Samen uit, samen thuis. Hij hield op met lachen terwijl hij merkte dat hij de deur niet open kreeg. Hij rukte aan het portier, probeerde vergeefs de achterdeur en begon op het raam te bonzen. Open! Doe open! Franke sloeg nu zo hard tegen het raam dat Rob bang was dat het glas zou breken. Hij keek opzij en zag dat zijn moeder zweette. Ze worstelde met de versnellingspook. Ik zie jullie nog even naar voren. Normaal, denk ik. Lisa, die las het Achterhuis. Het is een mooi boek, maar je hebt niet het makkelijkste boek gekozen om voor te lezen. Dat was wel een pittig boek. Dus dat vind ik wel lef hebben als je dat doet. Het is je goed gelukt. Eén keer stokte je. Ja, maar dat geeft niks. Lise. Ja. Ook voor je gevoel langzaam lezen. Dat is even een tip voor jullie allemaal eigenlijk. Het is een landelijke voorleeswedstrijd Read to Me en we hebben vandaag de Almeloze finale georganiseerd. En de winnaar die gaat door naar de provinciale finale en uiteindelijk is er een landelijke finale in Amstelveen in mei. Nou, er doen bij zo'n voorleeswedstrijd doen vaak inderdaad meisjes mee. We hadden in de schoolronde waren wel wat meer jongens. En Wahiek was de enige jongen die meedoet met de finale. En heeft dus inderdaad ook gewonnen. Dat is heel mooi. Maar goed, het is wel vaak zo dat ook landelijk dat de meest meisjes meedoen.